voorkomt. Wat heb je tegen hem gezegd? Hou je in vredesnaam rustig, vooral in het begin, omdat hij tegen Lens staat? Nou goed, ik heb natuurlijk op linksachter niet zoveel keuzes. Hemd is oud. Hij is snel. Het is een verdediger. Het is iemand die een bepaalde persoonlijkheid heeft. Die hier vandaan komt. En denk ik daaruit ook zijn kwaliteiten wil tonen. Hij heeft natuurlijk dat impulsief in zijn spel. We hebben er natuurlijk ook over gesproken. Lens is ook iemand die graag zijn snelheid en zijn kracht gebruikt. Dus op dat gebied moet hij natuurlijk daar wel een bovenhand in hebben. Maar hij moet natuurlijk ook zijn rust tonen en zijn maturiteit op een goede manier. Maar ik verwacht dat hij daar toch zijn controle al heeft. Veel plezier vandaag. Harm, jouw ploeg ging vorige week knock-out in de tweede helft. Hoe heb je ze opgelapt? Ja, door weer een goede prestatie te leveren in de beker. Dat was denk ik voor ons ook een mentaal belangrijke wedstrijd. Daar hebben we toch eens werk gedaan en terug weer opgestaan. Want dat is dit Roda op dit moment nog. Een beetje zoeken naar vastigheid. En daar zie je nog te veel hoogtes en laagtes. Vallen en opstaan, daar word je als trainer ook krankjoren van. Ja, goed, dat is zwaar. Nee, ik vergelijk het weer bijna met bijna de beginperiode waar ik was. Het is weer een helemaal nieuwe ploeg vormen en dat heeft gewoon wat tijd nodig. En je ziet er niks aan de goede basiselementen, maar de constante is nog niet daar waar het moet zijn. Toch misschien deze wedstrijd tegen PSV dan ook wel lekker, want een wedstrijd waar, en dat klinkt misschien gek, toch niet gek veel druk op zit. In zekere zin niet. Dat hadden wij ook thuis tegen Twente. Vandaag moet je gewoon een hele goede wedstrijd spelen. Waar je met een goed gevoel naar huis gaat, waar je daarna twee thuiswedstrijden hebt. En dit een stuk basis weer kan zijn om daar de extra punten te halen. Maar dat wil niet zeggen dat we vandaag hier zijn om niks te halen. Maar wel om een goede organisatie te zetten en een stuk vertrouwen op te pakken. Ja, je speelt tegen een aantal klasbakken. Met name voorin heeft PSV gigantisch veel kracht. Toch lijkt het me ook niet handig om je helemaal in te graven. Wat is het plan? Nee, dat proberen we ook niet. Je moet natuurlijk wel een balans vinden. We spelen eigenlijk op dezelfde manier als de laatste wedstrijden tegen Twente en Vitesse. Het is eigenlijk heel vreemd. Eigenlijk anderhalve wedstrijd heel goed tot degelijk. Maar ook een halve wedstrijd helemaal weggeleden, wat ik net zei, in die organisatie. Maar goed, we blijven in diezelfde organisatie verder spelen. En vandaar gaan we kijken of dit genoeg zaken geeft om op het verder te werken. Ja, Vukovic is vandaag de linksback bij jou. Hemte is er niet bij, geblesseerd. Natuurlijk is dat een PSV'er, dat weet je ook. Natuurlijk weet je ook dat hij gigantisch veel kracht in zich heeft. Maar dat hij af en toe ook nog wel eens een keer misschien wat lomp wat dat betreft overkomt. Wat heb je tegen hem gezegd? Hou je in vredesnaam rustig, vooral in het begin, omdat hij tegen Lens staat? Nou goed, ik heb natuurlijk op linksachter niet zoveel keuzes. Hemte is oud. Hij is snel. Het is een verdediger. Het is iemand die een bepaalde persoonlijkheid heeft. Die hier vandaan komt en denk ik daaruit ook zijn kwaliteiten wil tonen. Hij heeft natuurlijk dat impulsieve in zijn spel. We hebben er natuurlijk ook over gesproken. Lens is ook iemand die graag zijn snelheid en zijn kracht gebruikt. Dus op dat gebied moet hij natuurlijk daar wel een bovenhand in hebben. Maar hij moet natuurlijk ook zijn rust tonen en zijn maturiteit op een goede manier. Maar ik verwacht dat hij daar toch zijn controle al heeft. Veel plezier vandaag. Dankjewel.